iedereen, vandaag hebben we weer een nieuwe video voor jullie. En deze keer hebben we ook een hele gezellige gast bij ons. Namelijk Shaling van het kanaal Shaling Beauty. Vandaag gaan wij een paar hele leuke vakantie beauty hacks testen om te kijken of het wat is. Misschien is het wel heel erg handig om dat mee op vakantie te nemen. En wij gaan voor je uitproberen of ze werken. Dus laten we snel beginnen. Wattenstaafjes met oogschaduw. Nou, voor deze hack heb je wattenstaafjes nodig en oogschaduw. En het idee is dat je dus een wattenstaafje gaat dippen of roeren in de oogschaduw. En die stop je dan in een zakje en die neem je mee op vakantie. En dan hoef je niet een heel palet mee te nemen. Ja, en kwasten. Dus alleen maar de wattenstaafjes en dat is dus ruimtebesparend en ik ben benieuwd of het werkt. En dat doet me wel een beetje denken aan vroeger, want volgens mij had je het vroeger wel. Of ja, had je van die wattenstaafjes inderdaad, die waren helemaal gecoat in een soort van blauwe oogschaduw. Ja, en je had ze volgens mij ook nog met lipstick. Die hadden wij vroeger, ken je dat toevallig? Nee, dat ken ik niet. Ik zat te knikken. Echt old school. Omdat ik het herkende, want ik bracht vroeger altijd mijn oogschaduw aan met wattenstaafjes. Ja. Oh, anders doe ik de andere kant. Kijk, er zit even lekker veel op. Ik ben benieuwd of je niet te veel fallout gaat krijgen. Ja, ik heb best wel dik gedaan ook. Maar ik dacht, ja, dan heb je tenminste veel product. Ja. Als je natuurlijk niks meeneemt op reis. Oeh. Nou, dit werkt best wel oké. Ik heb dan zeg maar dat smalle stukje genomen. Oh, die kan je ook heel mooi onder je ogen, ja. Denk ik. Ja, dat is ideaal eigenlijk. Ja, het werkt echt heel erg goed. Nou. Ja, werkt wel echt goed. Als je dat gewoon voor je favoriete kleur, als je dat allemaal gewoon zo meeneemt. En als je bijvoorbeeld twee kleuren op een oog gebruikt, dat kan ook. Vaak in de zomer doe ik dat niet en dan smijt ik er gewoon wat op, zodat mijn oogleden in ieder geval niet gaan plakken. Dan is het wel echt super makkelijk. DIY mascara met een zwarte oogschaduw, primer, vaseline en een tandenborstel. Nou, voor de volgende beauty hack kun je als het goed is zelf een mascara maken. En dat kun je doen door middel van oogschaduw. Dan moet je dan een beetje losmaken. En dat een beetje mengen met een primer, vaseline. En dat kun je dan aanbrengen met een tandenborstel. Dus wat we moeten doen is een klein beetje hiervan afschrapen. Van zwart, ja. Als je dus zwarte mascara gebruikt. Ik heb hier zo'n plaatje. Dit moet wel heel voorzichtig zijn als je witte kleding aan hebt. Ja, blijf maar uit de buurt van mijn broek. Ik weet wel dat je vaseline kunt aanbrengen als extra laagje voor nog langere wimpers. Dat weet ik wel. Maar ja, dus ik denk dat dit ook wel moet werken. Ik denk het dan ook wel. Oké, en dan moeten we nou een beetje primer mixen. Primer om te hechten misschien en dan zwart voor de kleur. Ja, volgens mij ook vaseline ook wanneer het bijvoorbeeld net iets te dik was. Want je wilt natuurlijk wel dat het een beetje kan aanbrengen. Mag ik alvast zeggen dat ik dit dan weer te veel moeite zou vinden? Ja! Ik kan ook gewoon naar de winkel gaan. Ja. Maar wat nou als de winkels dicht zijn, je hebt geen mascara en je hebt ook nog eens blonde wimpers en je vindt dat niet mooi. Of je zit op een onbewoond eiland. Met oogschaduw en vaseline. Ja, inderdaad. Ik ben nog steeds hier bezig met de stap en ik loop een beetje te knoeien en dergelijke. Maar het is ook alweer leuk. Een beetje knutselen. Ja, dat is wel zo. Okay. Maar het is inderdaad wel heel veel moeite. Ja, ik vind het zelf wel weer goed. Ja, ik vind het gezegend. Ja. Oké, dus dan pakken we gewoon een tandborstel. Deze is volgens mij redelijk schoon. Redelijk schoon. Weer drie. Je moet wat meer pakken. En ik zie een beetje fallout op je wang. Oh, nu komt het er wel van af. Ja. Oh, nu zit een klont. Volgens mij kan volgens mij hier gewoon mee naar buiten gaan. Okay. Ja. Ziet er best wel oké uit, inderdaad. Wat geven we hiervoor? Dat is een beetje een twijfel, want het is zoveel moeite. Ja, we zijn gewoon heel lui. Ja. Van het werkt wel, dat wel. Ja. Maar is het echt een hack? Nee, want je bespaart er geen tijd mee of zo. Nee, precies. En je bespaart er niet producten mee. Nou, ook niet trouwens. Dus ik geef denk ik toch een duim omlaag, ondanks dat het er wel gewoon prima uitziet. Wattenschijfje gebruiken als douche-jezelf droog shampoo. Nou, ik heb hier namelijk dus wattenschijfjes liggen. En als je die dan zeg maar openmaakt. Ja, dit zijn al best wel goedkope wattenschijfjes. Ja, deze zijn al best wel fluffy. Het is zeg maar de bedoeling dat je dan het wattenschijfje opent. Nou, in dit geval hou ik dus niet heel veel over, dus ik doe ze even op elkaar plakken. Maar dan worden ze altijd heel fluffy. Ja. En hiermee zou je dus zeg maar het vet van je haar kunnen absorberen. Ik ben benieuwd. Het lijkt me sterk, maar ik ben inderdaad heel benieuwd. Ja. Nou ja, Tara en Shaling hebben allebei vers gewassen haar en ik loop hier met 2 dagen oud haar rond, vandaar dat het een beetje plat is. Dus ik offer me op om dit schijfje even op mijn hoofd te proberen. Ik vraag me af of je niet echt van die witte pluisjes ja, krijgt.
Dan heb je zeg maar geen vet haar, maar pluizig haar. Ja. Oeh, ik zie dat. Oh! Inderdaad, het pluist al flink. Oh, je hebt nu allemaal pluis. Ja. Maar ziet het er minder vet uit? Het ziet er wel minder vet uit. Ik blijf helemaal stil. Larissa is enthousiast, maar wat ik eigenlijk gewoon zie, het lijkt net alsof je stof hebt op een stoffige zolder bent gaan staan. Ja, toch? Is stof in je haar. Het werkt wel tegen de vetheid, maar dan heb je nu stof ervoor terug. Ik weet niet of dat nou echt een succes is. Ja, het is een soort van witte poeder eigenlijk, geval wat we vaak altijd met donker haar hebben. Mm-hmm. Maar, ja, dat wel. Ja. Maar op zich, als je echt helemaal geen droog shampoo in huis hebt, je hebt bijvoorbeeld geen talpoeder, je hebt geen babypoeder. Je hebt geen ander soort poeder. Je hebt geen shampoo. Je hebt geen shampoo. Ja, dat is geen tijd. Je hebt überhaupt geen douche. Dan is dit volgens mij niet dramatisch, toch? We zijn bijna niet verenigd zo enthousiast. Nou, het is omdat wij er met onze neus op zitten. Ja. Maar misschien dat vreemde mensen die ons niet kennen, dat ze het niet zouden zien. Ja. Maar wij hebben het echt zien gebeuren van pluis. Ja. Oké, dus ik denk dat deze een duim omlaag krijgt. Ja, ik ga er tussen zitten. Transparant poeder als DIY droog shampoo. Dus transparant poeder aanbrengen met een kwast op je haar aanzet. Om het dus minder vettig te maken. Ik denk dat deze wel echt gaat werken. Want je kan het natuurlijk ook met babypoeder doen. Of bakpoeder, geloof ik. Mm-hmm. Toch? Baking soda, niet bakpoeder, denk ik. Ja. Maizena kan ook toch? Ja. Nou, we hebben hier transparant poeder. In hoeverre het echt transparant is. Oké. Wow! Het is niet transparant, is dit transparant? Oké, daar rond alsof ik grijs haar heb. Misschien moet je het eventjes inwerken en dan wordt het doorzichtig in haar. Het wordt in ieder geval wel mat. Ja. Het is niet meer dat glimmende. Ja. Zie je het er frisser uit? En ook minder vet, denk ik. Maar lijkt het ook minder vet nu? Het ziet er droger uit. Ja. Ja. Het is wel een beetje weg, maar het is wel een beetje dat witte basisgevoel wat je eigenlijk altijd wel met droog shampoo hebt. Oh, je hebt ook weer mascara. Die hek is niet goed hoor. Nee, het zit helemaal boven mijn ogen inderdaad. Ik weet niet of je dit kunt zien, maar ik heb hier echt allemaal zwarte spetters. Ik heb er net ook een paar weg moeten vegen. Maar wat vinden we van deze droog shampoo? Ja, het werkt zo beter dan die badjes. Ja, maar die witte basis blijft wel houden, maar misschien omdat dit... Het is wel transparant poeder, maar hij is toch wittig. En omdat we echt donker haar hebben. Dus als je blond bent, dan denk ik dat hij wel goed helpt. Ja, dan is het sowieso inderdaad makkelijker. Maar goed, het is nogmaals wel altijd handig om een soort van alternatieven te weten. Dus wat geven we deze? Ja, ik vind hem wel oké. Ik geef hem wel. Het is dat wij donker haar hebben, maar anders dan zou hij echt goed werken. Kwast veranderen in een fanbrush met een bobbypin. Bij de volgende hack is het zo dat wanneer je behoefte hebt aan een fanbrush, maar je hebt die niet... Dan kun je dus je brede kwast optoveren in een fanbrush. Dat is zo'n waaierkwast. En dat zou je dan kunnen doen door middel van bobbypins. Voorbeeldje. Oh ja. Kijk, dit is dan zo'n fanbrush. Zo'n platte waaierkwast. En die is handig om fallout weg te halen en highlighter. Ja, highlighter en fallout. Dit is wel handig, want dan heb je een soort 2-in-1 kwast mee op reis. Ja, dan hoef je dus niet twee kwasten mee te nemen, maar bijvoorbeeld maar eentje. Ja, dat is wel slim inderdaad. Want van die bobbypins, of hoe noem je ze, van die haarspeltjes, die neem je eigenlijk toch vaak wel mee. Ja, die nemen toch helemaal geen ruimte in. Het is moeilijk om alle haartjes ertussen te krijgen, zeg maar. Heb je er nog één? Nog een bobbypin nodig? Ja, dan had ik al. Ja, hij is wel heel stevig. Dan krijgen we echt de vorm. Oh ja, hij is stevig, maar dan als je dan echt van veel highlighter houdt, is het heel fijn. Heel fijn. Zal ik eens wat highlighter aanbrengen? Ja. Zo! Nee, maar even serieus, ik vind het wel een top. Ik wil hem ook eens gooien, ja. En voelt hij... hij is wel heel stevig, ja. Oh, dat was de pin! Hij is wel echt een streep, hij werkt wel. Het is een hele strakke fanbrush, maar hij doet het wel. Ja. Oh, wacht, ik kras mezelf wel echt met die bobbypin in mijn gezicht. Maar het werkt wel. Misschien dat je beter een iets mindere volle kwast kan doen, want ik heb bijvoorbeeld ook nog hier een kwast liggen. Nee, maar hij gaat vanzelf omhoog. Hij schiet een beetje wel naar boven, maar deze die is, beter. Is zachter. Deze haartjes zijn nog wat stugger. Wat geven we deze Beauty hack? Ja, hij werkt, dus ja. Duimpje omhoog.
transparante zeep gebruiken als wenkbrauwgel. Voor deze beauty hack hebben we dus transparante zeep nodig. Gewone zeep kan ook wel, maar dan laat het vaak wel een wit waasje achter. Dus vandaar liever transparant. En deze hack hebben we gezien bij Desi Perkins. Ik vind haar heel erg leuk op YouTube. En je gebruikt dus eigenlijk gewoon zeep. Dat doe je op een spoelie. En dan gebruik je het gewoon echt als een eyebrow gel. En dan zou je je wenkbrauw kunnen vormen zoals jij wilt. Dus het is eigenlijk misschien nog wel wat sterker dan een wenkbrauw gel. Ja, dus ik ben hem zo even een beetje over de zeep aan het halen. Zoals je kan zien, komt er echt gelijk product op. Oké, nou, zal ik het proberen? Oh ja, vanaf hier zie ik dat de haartjes wel zeg maar platter op je huid gaan liggen. Oh, ik zie het ook inderdaad. Oh, huh? Ik heb hier bij de buitenkant van mijn wenkbrauwen staan die haartjes altijd echt twink naar voren. En dat lijkt me wel minder. Ik had ook verwacht dat mijn hele wenkbrauw weg zou gaan, maar... Kijk, ik doe ze ook omhoog. Nou, ik sta gewoon omhoog. Ik weet niet of jullie het ook kunnen zien. Ja, ik kan het zien. Oh, wat grappig. Ja, dat is wel leuk, want mijn wenkbrauwen die gaan zelf echt gewoon recht naar achter. Die hebben echt geen vorm. Ik wil het ook wel proberen zo. Oeh, ja. Zie je dat? Ze blijven echt recht omhoog staan. En ik heb echt van die wilde brows. Die gaan echt alle kanten. Die hebben een eigen leven, zeg maar. Woeste brows. Ja. Oké, ga ik het ook nog even. Maar normaal lukt dat dus niet zo goed hoor. Want mijn wenkbrauwen die gaan echt gewoon zo. Die gaan echt heel nauw omhoog. Maar nu wel. Ja. 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 Oh, je hebt ze niet gedaan, toch? Ik heb een hele lange wenkbrauwharen. Dus nu zijn ze. Hallo. Ja, ik had ze bijgeknipt. Dus daarom is het echt niet zo goed. In die air gaan ze nu. Ja. Echt duidelijk zien dat ze helemaal omhoog staan. Dus als ik dan deze omhoog doe. Zo zou ik ze niet doen, dus ik zou ze dan gewoon zo doen en dan, ja, en deze. Deze DIY. Ik vind hem echt tof. Ja, echt leuk. En het voelt ook niet heel vervelend trouwens. Ik voel het een klein beetje zitten, maar misschien als het zo meteen opgedroogd is, voel je het waarschijnlijk niet zitten. Dat waren de 6 vakantie beauty hacks. We zijn heel erg benieuwd welke van de 6 jouw favoriet was. Die voor mij is denk ik die transparante zeep met de wenkbrauwen. En die voor jullie? Ik denk dat ik de Q-tip of de wattenstaafjes met oogschaduw wel heel erg leuk vond. Ja, ja, ik ga ook voor die met de oogschaduw, de wattenstaafjes. Ja, die is ook wel top inderdaad. En ook heel erg belangrijk, vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal en ook op die van Shelling. Want we hebben allebei bijna de 100k. Bijna! Zo dichtbij. Dat zou echt super leuk zijn als jullie haar kunnen helpen. En natuurlijk ook ons om daarheen te komen. Om het te behalen. Ja, dus hier in beeld zie je gewoon een stukje waar je op haar kanaal kan klikken. En ook in de beschrijving vind je uiteraard een linkje naar het kanaal van Shelling. En daar hebben we ook nog een hele leuke video staan met z'n drieën, dus kijk die ook zeker. We hebben namelijk op Shelling's kanaal de 5 minute make-up challenge opgenomen. Dus in 5 minuten hebben we een heel gezicht met make-up aangebracht. En dat is altijd wel een beetje hilarisch en chaotisch. Dus ga die video ook zeker checken op haar kanaal. En vergeet ook zeker niet om een duimpje omhoog achter te laten als je deze weer gezellig vond. En laat ons eventjes in de comments weten welke hack jij dus het leukste vond. En dan zien we heel snel weer in de volgende video. Doei! Doei.